Dan gaan wij verder met programma 106, de heren 200 meter vrije slag parafinales. Op baan 1, Jesse Bruines. Baan 7, Thijs van Hofwegen. Baan 2, Julian Hendricks. Baan 6, Thomas Braat. Baan 3, Lars Jacobsen. Baan 5, Rogier Torsman. En op baan 4, Thomas van Wanrooy. Is de heren 200 meter vrije slag parafinales. Het keerpunt van de 100 meter en we zien we van Wanrooy voorop liggen. Hij heeft leiding 59-85. Lars Jacobsen 1:04:46. Zijn keertijd als tweede de achteraan. Volgens Dorsman 1:05:88 in derde positie. 1:08:73 voor Braat en daarachteraan 1:12:23 Hendricks. Ja, die laatste meters richting de muur van Wanrooy ligt hier ver voor. Hij heeft de leiding. Een splittijd 1:32:35 net. En hij tikt hier aan met een tijd van 2:04:61. In 2:13:37 is de eindtijd van Dorsman. Gevolgd door 2:16:26 voor Jacobsen. 716 parapunten voor Wanrooy, 561 Jacobsen, Dorsman 930 en Braat 468, Hendrik 704, 837 van Hofwegen en Brunus 446. Ja, en dan zien we dat de uitslag officieel is en dan
kijk ik even goed en dan zien wij een tijd van 2.04.61 voor Van Wanrooij en een tijd van 2.29.13 voor Hendricks. En voor beide in de categorie S13 en S7 een nieuw Nederlands record. Maar de Nederlands kampioen van deze parafinales, dat gaat met 930 punten naar Rogier Dorsman.